Vervolgens een banjo-solo, dames en heren. Op zeer speciaal verzoek. Samen met de Lira speelt de heer W. Hogevorst. Willem Hogevorst. Het schone lied Margie. Is nog niet begonnen hoor.
Pim Hogevorst. Pim Hogevorst. Dames en heren, wij hebben nu nog ongeveer een kwartier Dixieland muziek in dit gebouw te spelen. Nou barst het hier van de muzici. Zullen we er nou eens een aantal op het podium halen? De gebroeders KT staan daar. De heer Charles KT en de heer Frits KT. Heb je je toeter bij? Ja, uitstekend. Daar zit de heer Eugène de Bruin, ook met een toeter. Heel klein toetertje voor. Hallo, Eugène de Bruin. Ik weet nog dat Eugène de Bruin hier als 13-jarige jongeling binnenkwam met een klarinet. En hier zijn eerste angstige tonen ten gehoor bracht. Hij is ondertussen getrouwd. En... Heeft een vaste betrekking. Heeft al recht op WW en heeft zijn rijbewijs. Heer Eugène de Bruin. Zullen we... We'll be right back.
Bob Wilfers. Dat was Sydney Pfeffer.
Thank you.
En zo, dames en heren. En zo, dames en heren, komen we helaas aan het einde van ons programma. Aan het einde van alle programma's in dit geweldige etablissement. U luisterde naar Ted Easton's Jazz Band. En onze trompetist was en blijft Bob Wilfer. Aan de bas was en blijft Jack Kingman. Onze trombonist Henk van Meijer. Klarinet en saxofoon Sydney Pfeffer. Aan de banjo Pim Horemar. Vanavond zeer speciale gasten. Kenny DeVern uit Amerika. Frits Katté aan de tenorsax. Eugène de Bruin, altsaxofoon. Lex Jubbermans aan de trompet. En George Katté, trombone. U weet het, dames en heren, het derde weekend van oktober zijn we er weer. Maar dan in Pentucky West. Aan het Savorn in Lomanplein. Dames en heren, mocht u volgende week niet zonder jazzmuziek kunnen. We zijn te vinden in Jazzland. Dat is in het hartje van Amsterdam. Laten we zeggen tot ziens in het nieuwe New Orleans. En tot slot een opmerking aan de firma Bredero. De zenuwen! Ja, mensen, het laatste applaus voor de man achter de ketels, Ted Easton, alsjeblieft. De wegen terug van Kentucky zijn nog niet geheel bekend, maar misschien is het mogelijk bij de opening een klein kaartje van Den Haag te overhandigen, want er moeten ook sluiproutes te vinden zijn vanaf het Savon en Lomanplein tot uw eigen wijk. Hier weten we dat al. Het is een beetje nostalgisch dat dit tegen de grond gaat. Ik geloof, en daar was ik al mee begonnen, dat ik namens u allen spreek. Ted, zoals jij dat hier doet, en je mag mij dan wel eens voor, mag ik het even zeggen, voor zeek zetten, heb ik geen moeite mee, maar je hebt iets in Scheveningen gebracht wat we allemaal mythes vinden. En we vinden het ook prettig dat je dat gaat continueren elders in Den Haag. Geeft er wat publiciteit aan, maar ik geloof namens u allen Ted te mogen bedanken. En het, en nu even zitten, hè, dat dat weer kan krijgt, ook dadelijk op Savon en Lomanplein. Even zitten, hè. Ted, hartelijk dank. Oh.
toevallig heb ik iets te maken met een hockeyclub. Het is slechts symbolisch, want ik had het liefste een tegel van Den Haag aangeboden of van Rotterdam. Maar ja, dat kan ik niet. Je krijgt een tegel van de hockeyclub in Zwitserland. Je weet, ik ben de leermeester van die vereniging. Ted, ik hoop dat je vanavond ons nog geweldig zult amuseren en dat het je geweldig goed gaat op het Savonier Lomanplein in die patatzak. Ik wist echt niet dat jij zo mooi kon praten. Dit, dames en heren, was Ben de Bruin. Een van de betere klanten van deze zaak. En ook een absoluut kampioen, want hij is hier meer vrouwen kwijtgeraakt dan wie dan ook. Nu ik u allemaal toch hier aanwezig heb, wil ik nog graag even zeggen wat er precies gaat gebeuren. Ons is de huur opgezegd omdat, zoals in de brief stond, de riolering vol was. Dit gebouw blijkt namelijk niet meer te onderhouden. En daarom is het ook maar beter dat het tegen de grond gaat, want het is... Ja, het is geloof ik ook inderdaad niet meer te onderhouden of te repareren. Nu had ik natuurlijk gehoopt dat ik een andere gelegenheid in Scheveningen aangeboden zou krijgen. Het heeft me eigenlijk ook wel gestoken dat ik dat niet heb gekregen. Want ik dacht dat we met z'n allen toch een leuk clubje bij elkaar hadden, waar dan de ziekenwagen niet constant voor de deur stond. En we hebben hier ook, ik moet zeggen, onvergetelijke momenten gehad voor... Laten we zeggen, de iets oudere, de dertigers. Als ik nog denk aan Ned Gonella die hier stond en waar we met z'n allen een hit van hebben gemaakt. Van alle grote jazzsterren die we hier mochten ontvangen. Ik denk aan een avond bijvoorbeeld met het Pasadena Roof Orchestra, dat er meer muzici in de zaal zaten dan klanten. Prachtige avonden hebben we hier meegemaakt. En een paar leuke festivals, de Pierre Dixie Days en... God, ik kan er zo gauw niet opkomen. Televisieshows met Weilen, Bobby Hackett, dat was voor mij een onvergetelijk moment. En ik moet u zeggen dat ondanks dat de radio en de televisie eigenlijk niet geïnteresseerd waren in ons muziekje, dat we met veel moeite toch af en toe ertussen kwamen en zowaar aan het staartje kregen we nog Karel Prior in huis met 18 of 20 radio-uitzendingen waarvan u de aanstaande woensdag, dus de laatste, kunt horen. Ik geloof om 10:30 's morgens, waar ontelbare artiesten aan mee hebben gedaan. Maar het is allemaal afgelopen, dames en heren. Ik moet zeggen dat het doet me natuurlijk wel even pijn als we hier zo dadelijk weggaan. Maar ik hoop deze zaak af te kunnen pellen en weer zo terug te brengen in Kentucky West. En ik hoop u daar allemaal weer te zien. Wij gaan beginnen rond de 20e. Ik denk dat het derde weekend van oktober het winkeltje klaar is. Zoals ik al zei, de buren in de buurt hebben al geklaagd, want die weten immers het verschil tussen ons soort muziek en een discotheek niet. Ik ben op tientallen vergaderingen met oude dames geweest en die heb ik allemaal overtuigd dat het weliswaar niet het residentieorkest was, maar ook geen discotheek met gitaren en brommers. En ik geloof dat we het gewonnen hebben. Laten we zeggen tot rond de 20e, ik geloof dat het weekend de 21e en de 22e is, van oktober. Tot ziens, en het winkeltje heet dan weer New Orleans. Oh, dames en heren, ze waren een opperhoofd uit Scheveningen. De heer Wattel, ben je toch eigenlijk? Dat is opperhoofd van het bureau Scheveningenbad. Ga je mijn zaak aanbieden? Nee, toch? We gaan het verkopen. Dames en heren, ik wil nog graag op deze avond ook nog iets zeggen. Theo van Est is voor mij altijd een heel dierbaar persoon geweest. Heeft me vele malen gered. En dan wil ik u eventjes aan het Pier Dixie Days in 1976 herinneren in een prachtige zomer. 1977 heeft hij dat voor mij ook nog eens een keer georganiseerd. En laatstelijk in 1978
swingen in Scheveningen. En dat betekent toch wel wat. Want eigenlijk nemen we samen afscheid. En nu zullen we denken, wat moet die ouwe nou voor deze microfoon nog eens een keer iets zeggen. Toch is dat zo. We nemen allebei afscheid uit Scheveningen. Hij komt terug, ik niet. Maar ik neem hem wel mee op de orde waar die gewoon thuis hoort. En dat is Theo van Est. En dat is een hartelijk applaus waard. Want Theo van Est verdient dat. Die heeft voor ons in Scheveningen ontiegelijk veel werk verzet. Dank u wel. Dit is mijn dierbare Theo van Est. Die gaat door in Kentucky West. Dank je wel. Nou mag ik even zitten, hè?